Nou, Suus, je bent hier al 10 jaar actief of langer, geloof ik, hè? Ja, 12 jaar nu. 12 jaar geleden gediplomeerd nagelstudiste. Uh-huh. En sindsdien 12 jaar bezig nu. Ja, en vandaag heb ik de eer om mijn nagels te mogen laten doen. Ja. Wat doe je eigenlijk allemaal met nagels? Je kunt acrylnagels, gelnagels, gellak is het eigenlijk dan meer. Met acrylnagels doe je zeg maar de nagels verlengen. Mm-hmm. En met gellak is het gewoon dat ze op de voor natuurlijke nagels geef je ze zeg maar een kleurtje. Ja, maar waarom gebruik je dan gellak en geen gewoon nagellak? Ja, gellak blijft wel echt zeker wel 3 tot 4 weken zitten. Mm-hmm. En het geeft eigenlijk een klein laagje op je eigen nagels, zodat die ook meer stevigheid geeft, zeg maar. Waarom zou jij adviseren voor gelnagels en waarom voor acrylnagels bijvoorbeeld? Of ja, dat is eigenlijk net de wensen van de klant. Want mm-hmm. vaak willen mijn dames langere nagels, dan kies je voor acryl. Want met gellak kun je de nagels niet verlengen. En wil je zeg maar je eigen nagel gewoon en die mooi laten groeien, dan kies je vaak voor gellak. Acryl wel. Met de acryl dan is zeg maar een poeder en een vloeistof. Dan meng je samen, dan krijg je een bolletje en daarmee verleng ik de nagels. En dat wordt uiteindelijk na 10 minuutjes eigenlijk al heel hard dat je echt gewoon een kunststof nageltje krijgt. Ja, want dan zie je ooit mensen afwassen en noem maar op alles met weet ik het hoe lange nagels. Ja, dat kan gewoon. Denk van hoe krijg je het voor elkaar? Ja. Maar dat is dan meestal wel met acrylnagels? Ja, dat is vaak altijd wel acrylnagels. Ja, en hoe lang blijven die zitten? Dat blijft eigenlijk zo goed als heel lang zitten en dat groeit er echt wel af, zeg maar. Mm-hmm. En gelnagels, dus 3 weken of zo? Ja, vaak ook wel langer, want in coronatijd moest ik 11 weken dicht. Toen had ik een klant die had gewoon een uitgroei van 11 weken. Zat allemaal er nog op en allemaal tot aan het eind van de nagel. Dus daar was ik eigenlijk stiekem best wel trots op dat het er 11 weken op zat. Ja, want hoe het groeit, je nagel groeit. Hoe gaat die gellak dan? Dat groeit gewoon mee, zeg maar. Oké. En uiteindelijk, wel, je komt over 3 weken terug, dan haal ik het bovenste laagje, het kleurlaagje, haal ik eraf. En dan vul ik het weer bij. Vaak is iedereen ook altijd super blij hier de deur uit, want dan hebben ze en een nieuw, is het weer mooi netjes bijgewerkt en een mooi kleurtje. Ze zijn altijd helemaal blij. Dus normaal gesproken komen klanten ongeveer 1 keer in de 3 weken bij? Ja, 3-4 weken. Ze hebben mensen dan vaak toch dezelfde kleur? Of, ja, de ene neigt meer naar de roodtinten, de andere naar de naturel. Het is echt heel verschillend. Ook weer de hippe dames allemaal, het kan niet fel genoeg zijn. Ja. Dus ja. Maar als je dan die felle kleuren hebt, dan moet je toch je kleding daar ook aan aanpassen, denk ja, ik. Ja, sommigen doen daar wel, sommigen die geven daar eigenlijk niks om. Mm-hmm. Die kan niet gek genoeg zijn. Ja, want wat heb je nu gedaan met mijn nagels? Je bent begonnen? Ja, nu heb ik de nagelriemen netjes naar achter geduwd. De nagels een beetje mooi in vorm gemaakt, naar de wens van de klant. Daarna veil ik een beetje bovenop dat ik het glanslaagje verwijder, zodat het product goed blijft hechten. En nu ga ik met het gellaagje voor de ondergrond, dus zeg maar de basecoat. Met de basecoat zorg ik dat jouw eigen nagel een beetje stevigheid krijgt. En dat het product dadelijk de gellak goed blijft zitten. Hoe ben je eigenlijk zo begonnen? Ja, ik was vroeger altijd al van de nepnageltjes en altijd op mijn fietsje naar de kruidvat en de plaknageltjes. Als kind al? Ja, echt heel erg al. Altijd gehad. En uiteindelijk wou ik dat graag als bijbaantje bij gaan doen. Een beetje bij vriendinnen en familie. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk een beetje uit de hand gelopen. Mm-hmm. En uiteindelijk gewoon mijn eigen salon. Ja, want daar moet je aan bepaalde eisen. Deze hangt nou in de lamp. Zonder UV-licht hard het product ook niet uit. En moet je aan bepaalde eisen voldoen als je zelf een salon gaat houden? Of, Nee, helaas is bij de nagelstylisten niet echt een. Iedereen kan zomaar beginnen. Dus dat is voor mij wel jammer, want ik heb er natuurlijk wel echt voor geleerd. En ook mensen met probleemnagels of
andere dingen, ja, het is wel iemand zijn nagel en je kunt ook ooit een schimmelnagel krijgen bijvoorbeeld. Daar moet je natuurlijk wel goed mee omgaan en weten wat het is. En ja, er zijn meiden die bijvoorbeeld gewoon zomaar beginnen aan de keukentafel zonder een opleiding. Ja, die kunnen het wel eens, deze had mag in die lamp. Die kunnen het wel eens verpesten voor ons, zeg ik altijd. Ja. Maar ja, maar je hoeft dus niks, geen speciale opleiding. Iedereen kan dit zo doen. Ja, maar de kwaliteit die... Ja, je kunt het verschil waarschijnlijk wel merken. Ja, 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 dat hoop ik wel. Ik ben inmiddels 12 jaar verder, dus ik ben ook wel, kwaliteit is goed en ook op zich best snel. Dus dat vinden ook mensen wel heel fijn. Ja. In het begin deed ik over acrylnagels 3-4 uur en nu ben ik in 1 uur 3 kwartier klaar. Oh, ja, mensen vinden het ook niet prettig om zijn nagels elke keer 3 weken te gaan doen om dan 3-4 uur ergens moeten te gaan zitten. Dat is wel echt, maar je moet ook wel echt heel veel oefenen, wil je een beetje die snelheid krijgen. En is er in die producten nog veel veranderd in die 12 jaar? Ja, soms merk ik wel dat ik bij een merk zit en die, waarbij de kwaliteit dan naar beneden gaat. Omdat ze het dan toch weer goedkoper willen maken, terwijl het eigenlijk niet meteen beter is, zeg maar. Ik heb ook wel eens ooit overgestapt en dat is dan gewoon even proberen van welk merk past goed bij mij en vind ik fijn. Ja. Dus ja. Ja. En die producten die koop je dan bij een groothandel? Ja, ik ben toen gestart bij mijn opleiding met een bepaald merk. Het is ook wel fijn dat je dat merk gewoon leert kennen en weet hoe je ermee omgaat. En uiteindelijk werd de kwaliteit iets minder en ben ik zachtjes aan overgestapt naar een ander merk. Mm-hmm. En de materialen die je gebruikt, want ik zie hier mijn hand boven een roostertje. Ja, dat is mijn afzuiging. Normaal gesproken komt er best wel veel fijnstof vrij. En nou staat hij natuurlijk uit voor dat wij. Ja, ja, precies. Maar normaal dan staat hij eigenlijk altijd aan, zodat de fijnstof daar meteen invalt. Ik heb ook vaak nog een mondkapje op. Mm-hmm. Want soms merk ik echt zoveel dat het eigenlijk niet gezond kan zijn om zoveel fijnstof in te ademen. Ja. Ja, ondanks die afzuiging dat er toch nog. Ja, toch wel wat rondwarrelt hier. En je hebt eigenlijk een beetje een vast klantenbestand, ja, waarschijnlijk. Zeker, ja. Kun je ook nog nieuwe klanten gebruiken? Of, Ja, op zich kan er nog wel een aantal klantjes bij. Ja, ik heb nu een superleuk groot bestand ook wel. Ook erg gezellig. Bouwt echt met die mensen gewoon een band op. Mensen die je in het begin eigenlijk niet kent en uiteindelijk gewoon veel van ze weet. En die mensen ook van mij. Ja, het is een beetje het gevoel van de kapper, denk ik. Ja, ja, precies. Je zit hier echt gewoon lekker half uurtje voor uurtje te kletsen. En ja, superleuk. Dat maakt het voor mij ook wel echt supergezellig elke keer weer. Ja, mag deze hand ook inderdaad? Je had het over acrylnagels, duurt veel langer. Ja. Blijven ook langer zitten waarschijnlijk dan? Ja, het is niet echt te vergelijken. Acrylnagels maak je ze wel weer heel lang mee. Maar het is niet als je ze even lang zou hebben of heel kort dat het ene beter blijft zitten dan de ander. Maar stel nou, je hebt nou een beetje een lila tint op je nagels. Je denkt van nou, ik heb vandaag ga ik een rode jurk aantrekken of ja, noem maar iets. Kun je dan ook nog een ander kleurtje eroverheen doen? Ik zeg altijd wel eens dat je het licht op kan veilen en dan een nagellakje overheen kan doen. Dat het wel iets langer blijft zitten als dat je een normaal nagellak op doet. Maar het is niet. Het is niet echt. Je kiest eigenlijk wel een kleur waar je vaak 3 weken aan vast zit. Oké. Ja. En na die 3 weken dan kom je terug en dan haal je het eraf? Of ja, dan haal ik de kleur eraf. Dan probeer ik de base coat zeg maar te laten zitten. Zodat ik niet elke keer op jouw eigen nagel aan het vuilen ben. Want anders wordt hij natuurlijk ook steeds dunner. En dan haal ik de kleur eraf, vuil ik het weer netjes bij. En dan, sommigen willen weer korter. Sommigen zijn blij dat ze heel langer zijn geworden. Mm-hmm. En dan mogen ze weer een nieuw kleertje kiezen. En dan... Ja, ze weer helemaal happy. Ja, want ik heb het ook wel eens gehoord van iemand die nagels bijt bijvoorbeeld. Ja. En er eigenlijk van afgekomen zijn door... Klopt. Vaak zeg ik dan dat acryl dan weer voor die het beste is. Omdat je natuurlijk anders hele kleine nageltjes hebt voor... Om het af te leren eigenlijk. Ja. Maar ik heb echt heel veel klantjes die echt nagels beten, die uiteindelijk begonnen zijn met acryl en nou geen nagels meer bijten en gewoon echt lange nagels van zichzelf hebben. Hm.
Want je hebt natuurlijk, uiteindelijk ga ik acryl gebruiken, ga ik ze verlengen, maar jouw nagel blijft groeien. Dus uiteindelijk vul ik de acryl wel bij. Maar na een aantal weken of halfjaartje heb je eigenlijk gewoon je eigen nagel. Ja, en mensen die nagels bijten, die kan het dan ooit echt niet geloven. En vaak willen ze ook nooit meer anders. Als ze eenmaal nagels hebben geprobeerd, dan... Het is een kleine verslaving, zeg ik altijd. Ja, oké. Okay. Dus ik ben ergens aan begonnen. Ja. Nee, het is ook gewoon super fijn. Je hoeft er eigenlijk 3 weken niet naar om te kijken. Het ziet er altijd verzorgd uit. Vaak veel klanten zeggen ook dat ze echt de handen gewoon een visitekaartje van zichzelf vinden. Je hebt natuurlijk nou een mooi naturel kleurtje. Ja, maar ik zou wel safe, heel... maar dat snap ik wel. Het zou natuurlijk heel gek zijn als ik in één keer met een hele fel kleur nagels, ja. Terwijl ik het dan nooit gewend ben. Nooit gelijk. Maar dat doet iedereen, dat is wel vaak. Mensen beginnen hier met een safe kleurtje. En dan heel naturel van, oeh, want nee, dat is niks voor mij. En uiteindelijk gaan ze hier met knalrood de deur uit, na een aantal keer. Dat is wel echt heel leuk. Ja. Ja. Hoe lang duurt nou ongeveer zo'n eerste behandeling? De eerste behandeling is vaak 20 minuten, half uurtje voor de shellac. Acrylnagels een uur ongeveer. Bijwerken, dus als je voor de tweede keer komt, acrylnagels ook een uur. En shellac half uurtje, soms 3 kwartier als ik niet te veel klets. Dat scheelt me altijd heel veel. Ja. Maar... Ik zit nou onder deze lampjes. Wat doet dat licht nu? Dat is LED-UV-licht. En zonder de LED-UV-licht hard de gelak niet uit. Dus dan kun je de hele dag rondlopen waar je wil. Net als nagellak, dat droogt zo. Ja. Maar dat is met gelak niet. Okay. Dus dat is echt door het UV-licht wordt het, krijgt het ook een harder laagje. En daardoor wordt het ook iets harder. Dat jouw nagels ook wat stevigheid biedt. Want je doet hem nu... Hoeveel laagjes breng je die uit? Net heb ik de base coat gebruikt. Daarna 2 keer de kleur. En dan is het nu al de topcoat. Die zorgt voor de glans. En heb je ook een website of een Facebookpagina? Of hoe kunnen mensen jou bereiken? Via Instagram, Facebook. En of WhatsApp. Daar staat mijn telefoonnummer. Vaak mensen via een WhatsApp berichtje meteen afspraak maken of voor informatie. Mm-hmm. Zo, alsjeblieft. Dank je wel. En zo zien ze er na de behandeling uit. Ja, lekker wel een beetje vettig, lekker verzorging erop. Mm-hmm. Assis, super bedankt. Ik zou zeggen, heel veel succes met je nagelstudio. Komt goed, dank je wel.